De mouw van de fietstunnel onder de Utrechtse weg in de Bilt nadert zijn eind. Wij waren aanwezig bij het plaatsen van het laatste deel en natuurlijk was onze vaste reporter Marnix van Wingerden weer bereid verslag te doen. Nou, achter mij kunt u nu het laatste element zien van de fietstunnel onder de Utrechtse weg door. Het element is de trapbak aan de zuidzijde. Via deze trapbak kan men zo meteen naar de bushalte toe. Nou, als het element gehesen is, dan is eigenlijk voor ons alle hijswerkzaamheden gereed. De komende weken gaan wij verder met het inrichten van de tunnel en het gebied hieromheen. Dus we gaan de voetpaden aanbrengen, het asfalt van de fietspaden aanbrengen, leuningwerk nog op de tunnels aanbrengen. Nou, door een optimalisatie in onze planning hebben we ervoor gekozen om vanavond de weg alweer open te stellen voor al het verkeer. De verkeersmaatregelen zullen eraf gehaald worden en de weggebruiker kan morgen gewoon weer gebruik maken van de Utrechtse weg.